zijn we bij het Kochelschip. We zitten bij het zomerschool en we gaan een paar mensen interviewen over de stelling. Wat vindt u van de uniformen op school dragen, uniform dragen? Nou, ik vind het niet, want iedereen heeft zijn eigen kledingstijl, dus ze mogen zelf beslissen wat ze aan hebben. Jeetje, ja, dat heeft zowel voor- als nadelen. Oh, goed. Nou, het is best leuk. Dat is wel een lastige, want aan de ene kant is het natuurlijk voor de uniformiteit, zeg maar. Ook wegens het pesten is het eigenlijk wel goed dat er uniformen gedragen worden. Maar ik denk dat het in onze huidige maatschappij niet meer past, zeg maar. Kan ik een van jullie interviewen voor een schoolproject? Nee, ik niet. Je kan toch ook gepest worden als je andere kleren aan hebt dan iemand anders? Ja, dat klopt. Maar als je elke keer dezelfde kleren aan hebt, dan lijkt het echt dat je allemaal gewoon met één heel gezin in een school zit eigenlijk. Ja, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Hoeveel procent bent u ermee eens? Met schooluniformen? Ja. 0%. Ik zou er echt niet achter staan, nee. Ja, zoals jullie horen, is het bij haar 50-50. Klopt dat? Ja. Nou, dat zeggen 75%. Dat is ons einde van onze interviews. Ik hoop dat jullie veel van hebben genoten. Oké, doei allemaal. Ik zie jullie de volgende keer.